Heb je niet koud? Nee, ik zit wel lekker bij het vuur hier. Lekker warm. Is dat hoe die ze... Oh, kijk. Van links naar rechts. Van links naar rechts. Van links naar rechts. Gerard, pas op. Gerard. Ja, maar weg hier. Ja, u kunt bij mij meekomen. Oh, u wil ook een boete? Nee, u krijgt mij een boete. Oh, nou, dan kunnen we die weer doorverkopen aan die man. Jij bent zo'n ambassadeur van roze. En dan heb je geen eens een roze pasje. Ja, die heb ik in mijn auto laten liggen. Die moet je hebben om auto te rijden. Die ligt toch in mijn auto? Nou, dan mag je hem er even uit. Oké, die haal ik wel even op. Ja, ik kom er niet in. Kan jij mijn raampje niet intikken? Ik kom er gewoon echt niet in. Nee, nee. Wacht, ik heb geen idee. En van deze kant. Rij Gerard! Jullie krijgen beide een taakstraf van 15 taken. Jullie moeten in ieder geval dan die taken verrichten. Dat is gewoon schoonmaken. Dat kan een parkeerplaats zijn. Dat jullie een beetje bijdragen aan het milieu. Ik ben lekker eerder klaar met mijn taakstraf, dag Gerard. We zijn ook weer vrij. Hoi. Hoi, hey, ik ben heel benieuwd hoe is het. Ik kom jou alleen maar tegen. Ja, maar mijn voet was uit de kom. Oh ja, we hadden ook een leuk avontuur. Wij hadden juist een taakstraf gekregen. Oh, dat is leuk. Nee, die hebben we uitgevoerd. Was het moeilijk? Nou, nah, het was een beetje... Au! Oh, wat is dit nou? Wat is dit nou? Hé, dat deed ik helemaal niet. Dat kwam helemaal niet vanuit mij. Waar heb je dit nou weer aan verdiend? Wat gebeurde dan? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Dat was helemaal niet mijn intentie, dat deed ik helemaal niet. Waar kwam dat nou vandaan? Ik heb geen idee. Kan gebeuren. Dat... wat is dit nou? Ik denk dat Gerard het dit ook al wou doen, maar dat iets fout ging in zijn hersenen waardoor ik het deed. Sorry voor de kopstoot, ik spreek je laat. Fijne dag. Fijne dag. Gerard, waarom moest ik hem nou weer de kopstoot geven? Ja, waarom deed je dat? Weet ik niet. Hey, kunnen we niet deze auto pakken? Deze is nu van ons. De auto heb jij eigenlijk. Ja, deze heb ik zelf gekocht. Mooi toch? Ja, hoe kom je eraan dan? Ja, gekocht. Zullen we jouw auto even ophalen? Zou die er nog staan? Ik denk het wel. Ik denk dat hij daar nog steeds staat. Zal het kind er nog in zitten? Zou er wat? Dat kind in... Er zit geen kind in je achterbak. Hoe weet je dat? Oh, jouw auto is weg. Nee, verderop. Oh, kijk, mijn auto staat hier. Daarvoor dat ik zie hem. Hij staat op de brug. Oh, hij staat nog steeds. Hebben ze die niet? Waarom hebben ze die niet weggehaald? Ja, benzine was op. Maar hij is leeg. Hij is leeg, je auto. Ja, klopt. Nou, zullen we maar deze auto weer gebruiken? Waarom mag ik niet rijden? Nou, vorige keer dat we reden zijn we aangehouden. Ja, maar... Ja, nou... Wat? Ja, dat was jouw idee. Nee, dat was helemaal niet mijn idee. Zullen we, kijk, we gaan kijken of mijn auto weer werkt, oké? Ja, maar je hebt geen rijbewijs. Dat maakt niet uit. Dat is ik rij. Nou, als jij mijn auto open krijgt, mag jij rijden. Oh, hij doet het weer. Nou, wil je rijden? Ja. Heb jij geld voor een kraslot voor mij? 84 euro. Wie is er nou aan toeteren? Hé hey joh, stop eens met het illegale klaksoorn. Je bent... Oh, hey, wat illegaal. Jij bent illegaal. Jij ziet hier illegaal te klaksoornen. Met je lelijke rotauto. Kom dan! We pakken je met z'n tweeën. Kom dan, jongen. Je bent die eentje, hè? Kom dan. Hier, die voor je. Die voor je, Gerard. Oh. We pakken je, Gerard. Hier, die voor je. Hij slaat je. Die voor je, Gerard. Gerard, hier. Lekker voor je. Pak hem, Gerard. Gerard, gaat het met je? Gerard, Henkie. Ja, wat is jouw naam? Henkie, Gerard, stop nou met slaan! Dat goeie poosje, Henkie. Gerard, stop nou met slaan! Doei! Nou, sla je eigen auto maar, sukkel! Deze mooie! Hij slaat zijn eigen auto kapot! Sukkel! Ho! Wow! Hé joh, wat een gek! Er rijden ook zulke rare mensen in de auto in deze stad. Ja, en die hebben dus geen rijbewijs. En die hebben dus... Je zou maar zonder rijbewijs rijden. Wat een stomme mensen dat dat ook zijn, hè? Nou, even mijn auto vol tanken. Stap in, Gerard! Stap in! Stop in, sukkel! Oh, nee. Nou zo, het probleem is opgelost, oké? Okay? Ik had origineel een winkelverbod hier, maar die is vast wel opgelift. Dus heb jij wat geld voor mij voor opgeven? Heb jij wat geld voor mij voor een kraslot? 50 euro, vind je goed? Ja, 50 euro is prima. Als ik iets win, krijg jij de helft, oké? Okay? Ja. Nee, echt waar? Daar geloof ik niet zoveel van. Dat moet je maar geloven. Oké, okay, ik ga nu een kraslot kopen. Oh, goeiedag meneer. Ik wil graag, ze kosten 350 euro. Je gaat toch geen krasloten kopen? Kom, ga je weg. Oké, wel goed rijden, Gerard. Ik vertrouw je dat je goed kan rijden met mijn auto. Ik ben er ervaring mee. Hier gaan we krasloten kopen, oké? Okay? Voorzichtig. Maar goed, ik ga de bandjes even opwarmen. Oh, wel alsjeblieft voorzichtig met de auto. Hou je vast, denk ik. Gerard, doe nou voorzichtig. Oh, Gerard, voorzichtig. Voor Gerard. We moeten even voorzichtig naar die winkel. We leven bij die winkel aankomen. Ja, ik ben even... Gerard? Ja? Stoppen nu.
stoppen nu. Jij gaat niet meer rijden hier, oké? Okay? Jij gaat uit de auto stappen. Ja, dan gaan we wel lopend gaan we verder. Oké? Okay? Ja, we gaan wel lopend. Dan gaan we maar lopend verder, want jij gaat niet meer... Hallo. Goeiedag. Goeiedag. Bart Verlende, politie. Goeiedag. Ik heb 2 meter gereden. Ik zou het niet nog. We gaan wel verder lopen, want dit is ook niet goed. Ik neem uit, wacht maar even kort in het opletten. Ja, die man, hij zegt zijn bandjes warm maken. Ja, mijn bandjes waren even koud en ik mocht een paar meter rijden, Frankie. Nee, maar ik weet niet, van wie is dat voertuig? Van mij. Heb jij er weet van dat er 3 van de 4 lampen stuk zijn? Ja, dat is zojuist gebeurd. Alle ruiten zijn kapot. Dat is ook net gebeurd. Ook net gebeurd. Deze kale man. U lijkt wel een beetje op mij. Ja, u lijkt eigenlijk best wel op elkaar. De 42-0 Henkie gaat de status zijn. Doei. Ja, status Gerard. Nee, maar blijf staan alsjeblieft. Maar we willen kruisloten kopen. Wat zeg je? Geef nou even je rijbewijs. Heb jij een rijbewijs? Ja, maar ik heb niet gereden. Nee, maar dat, weet je, dus dan mag je wel verder rijden. Als je maar Oh ja, ik heb een rijbewijs. Voor mij. Nee, daarom, anders mag je ook niet verder rijden. Nee, maar dat is prima. Ja, tuurlijk, ik geef je nu mijn rijbewijs. Wacht maar. Mijn rijbewijs. Dat is je identiteitskaart, Gerard. Henkie? Zo, ik heb mijn rijbewijs gepakt. Hier heb je sowieso je identiteitskaart al terug. Ja, dankjewel. En dan geef ik u hier nu mijn rijbewijs. Wat is uw adres? Dat is nogmaals je identiteitskaart. Oh ja, dan heb ik geen rijbewijs. Maar als ik hem hier laat staan, dan krijg ik een boete voor illegaal parkeren. Je kunt de ANWB inschakelen. Oh, dan ben ik de ANWB wel, dat is goed. Nee, weet je ook wat je van mij mag doen? Ik weet niet of mijn collega het daarmee inzet. Van mij mag je misschien even tot hier op het zand rijden. Alleen op het zand hier? Nee, dat je hem even daar neerzet, dat parkeert. Gerard. Ik heb ook nog niet gezegd. Ja, dit is het zand, hè? U mag helemaal niet meer rijden. Als iemand zou mogen rijden, was het die persoon geweest. Nee, die heeft ook geen rijbewijs. Ja, inderdaad. Daar ben ik het helemaal mee eens. Kom, Gerard, we gaan. Nee. Jij mag ook niet meer rijden. Nee. Nu staat hij niet op een parkeerplaats. Ik bel wel de ANWB. Kom, Gerard, we gaan er vandoor. Hallo? Met Willem van ANWB. Goeiedag, spreek met de ANWB. Ik wil dan graag mijn auto laten ophalen. Want ik mocht zelf niet meer verder rijden. Oh, en ik hem wel. Ja, u bent van ANWB toch? Ja, dat klopt. Ja, nou, ik wil vragen of u bij een auto kan komen ophalen samen met mij. Ja, heeft u een momentje? Ja, is goed. Ik wacht wel bij de auto, oké? Oké, joe. Tot zo, meneer. Zo, nou, hij zou het komen ophalen hoor. Ik wacht wel bij de auto tot hij er is en dan, komt hij mijn auto ophalen. Oh, hey, je bent er al, hey! Oh, ik ben ANWB, ik ga de auto op. Ja, wacht, nee! Ik moet wel met je mee, meneer ANWB. Zo, dank u wel. Ik wil graag naar die winkel hier rechts om krasloten te kopen. Ik zou eens even mijn uniform aan doen, die heb ik in de winkel hangen. Oh, dat ja, een kleine ja, is goed, doe maar. Nou, Gerard, die doet even zijn ANWB-kleding aan, want dan is hij echt van de ANWB. Ik ben benieuwd hoe hij er dan uit gaat zien als hij zijn ANWB-kleding aan heeft. Oh, god hoor. Nou, ik ben van de ANWB. We kunnen, oké, dan gaat u rijden, hè? Ja. Top. Dank u wel, meneer van de ANWB. Ik heet Henkie trouwens. Oh, hallo, mijn naam is Piet van de ANWB. Piet van de ANWB, helemaal top. Oké, gaat u nu maar naar de kraslotenwinkel? Idioot, Lapswans. Pas nou op, joh. Deze voor je. Die winkel recht tegenover u. Oh, mijn auto is wel stuk. Oh, maakt niet uit. Gewoon hier parkeren. Hier parkeren. En dan ga ik hier krasloten kopen. Ik zal even kijken naar mijn auto, meneer. Ja, ga jij maar kijken naar de auto. Nou, Gerard is naar mijn auto aan het kijken. Dan ga ik bij Gerard krasloten kopen. Oké, terwijl jij naar mijn auto kijkt, meneer van ANWB, dan doe ik de krasloten, oké? Okay? De eerste, niks gewonnen. De tweede... Oh, 11 van Turo gewonnen! Oh! Hey! Meneer, doe je hand omhoog. Hoezo? Hand omhoog. Wat is er? Op je knietjes. Oké. Ja. Wat doet hij hier? Krasloten kopen. Ik wil alles. Je wil alles? Mag ik zo het iets opmaken? Ja. Oké, ik ga ze eens krassen, oké? Ja, geef een echte beweging, want ik nee, schiet. Nee, ik ga krassen. Ik heb gewonnen. Niks. Ik heb gewonnen. Niks. Oh, ik heb... Nee, echt niks gewonnen. Ik heb gewonnen. Niet liegen, hè? Nee, ik lieg niet. Niks en niks. Oké, ik heb 1200 euro gewonnen. Zou ik een nieuwe krasloten kopen? Ik denk dat ik van de ANWB ben, hè? Maar ik ben een crimineel. Echt? Ja. Dat had ik nooit verwacht. Dus... Moet ik nieuwe krasloten kopen van die 1200 euro? Ja, heel gauw! Oké. Ik ga nieuwe kopen. Ik heb 4 nieuwe gekocht. Moet ik weer op mijn knieën? Op je knieën. Op de knieën. Ik ga ze... Voorzichtig. Ik ga... Krasen. Voorzichtig. Gebruik de eerste. Ik heb niks gewonnen. Ik heb 900 euro gewonnen. En ik heb weer niks gewonnen. Wat moet ik doen met die 900 euro? Pieuw! Ah! Wat moet ik doen met die 900 euro? Aan mij geven. Nee, nieuwe krasloten kopen. Oké. Ik heb 4 nieuwe krasloten gekocht. Oh, open hem. Okay. Op je knieën. Op de knieën. Oké, ik ga ze openen. Voorzichtig, meneer. Voorzichtig. Niks gewonnen. Niks gewonnen. Eén. Ik heb niks gewonnen. Ze zijn op. Twee. Ze zijn op. Drie. Ze zijn op.
Nee, want ik zou alleen maar tot 3 tellen. Oh, vind je niks? Nee. Oh. Ik wil je sleutels van je auto. Mijn sleutels van mijn auto? Ja. Oké, okay, hier. Dankjewel. En nu? Blijf eens aan, hè? Ja? Blijf eens aan. Ja? Blijf eens aan. Ik blijf staan. Oké, okay, als u nog 14 euro voor me heeft, koop ik nog 1 kransslot. En alle winst gaat naar u. Alle winst daarvan, oké? Okay. Okay? Meelopen. Oké. Wat is dat, meneer? Het is een bom. Hoezo heeft u een bom? Ik ga hem achter in de dinges liggen. Oké, okay. Dan bel ik snel de politie. Dit is niet goed, kijk eens. Telefoon 112. Oh, politie. Hij heeft een bom. Oh, handen omhoog. Ja, oh. Ik geef je geld dat je gaat winnen, hè? Ja, ik ga winnen. 40 euro was het. Hier, 40 euro. Oké. Oh jee. Okay. Ik maak geen verdachte beweging, oké? Okay? Want Piet last je helemaal dicht. Nee, dat is goed. Is goed. Ik moet er 2 kopen. Ik heb er 2 gekocht. Alle winst is voor jou, hè? Wacht, ik maak het eerst open, oké? Okay? Openen. Krassen. Gebruik. Ik heb 12 euro gewonnen. Voor mij. Voor jou, de tweede. Oké, moet ik ze allemaal weer opmaken voor nieuwe krasloten? Nee, je geeft het aan mij. Oké, ik ga krasloten kopen, oké? Ik ga schieten. Nee, doe niet. Als ik krasloten koop en wat win, dan is alle winst voor jou, oké? Pew! Ja! Ik heb gemist. Oké, ik koop krasloten. Alle winst is voor jou, oké? Dat heb je 100 keer gezegd. Geen geintjes. Nee, geen geintjes, oké? Ik beloof het. Ik heb 4 krasloten gekocht, moet krassen. Oké, ik ga ze nu krassen, oké? Ik heb niks gewonnen. En ik heb niks gewonnen. Het geld is weg, Gerard. De auto in, nee. Welke auto? De zwarte. De zwarte? Deze? De auto in, ja. Oké. Okay. Dat kan nog echt ook. We gaan jij gaat het water voelen. Ik ga het water voelen. Hey, meneer, help! Oh, ik wil het water niet voelen. Jij gaat het water wel voelen. Ik wil het water helemaal niet voelen. U gaat even kijken hoe goed deze auto, idioot. Hoe deze auto kan varen. Deze auto kan helemaal niet varen. Nee, niet doen. Meneer, ik blijf even zitten. Hé! Hey, Henkie! Wat? Staan blijven! Nee. Ik ga door met wat je deed. Uit de auto. Oké. Okay. Oh. Andere kant. Oh. Wat andere kant? Andere kant van de auto gaan zitten. Oké. Ik zit al. Verwissel van stoel. Dat deed ik net. Oké. Okay. Deur open. Ja. Pak even wat tijgrips. Oké. Okay. Oh, meneer, help. Help. Zo, meneer. U gaat nergens nee. meer. Nee. Ik zit vast. Waarom maakt Pietje me nou vast? Ik pak even een steen. Moment. Een steen? U gaat zelf niet het water inrijden. Nee. Au. Waarom heb je nou een steen gepakt? Wat ga je met die steen doen? Dan leg ik even op je gaspedaal. Oké, nou nee. Niet doen. Nee. Niet doen. Alsjeblieft. Niet op mijn gaspedaal. Ik smeek het u. Niet op het gaspedaal. Oh, meneer. Meneer. Als u wilt, niet op het gaspedaal, meneer. Alsjeblieft. Ja? Ik wens je een fijne dag. Oh, nee. Nee. Gaat u het doen? Oh. Nee. Niet doen. Alsjeblieft. Doei. Nee. Au. Nee. Uh-oh. Ik heb een koud. Nee. Oh, nee. Oh.